Op 10 juli zijn de RR en DR leden geïnstalleerd, wat betekent dat zij er nu er 3 jaren aan zitten. Een van de actieve RR is dat van Munder, vandaar dat we dan ook aan hun vroegen hoe zij kijken of terugblikken naar de afgelopen 3 jaren, welke projecten zij in de afgelopen 3 jaren hebben uitgevoerd. We spraken hierover met voorzitter Jitin Bisisser en ondervoorzitter Shailesh Ramdin, die niet alleen ingaan op de projecten welke zij tot nu toe hebben kunnen bewerkstelligen, maar welke projecten zij ook nog allemaal in de pipeline hebben. Wat zijn jullie verworvenheden in de 3 jaren, heer Ramdin? Ja, bedankt. Inderdaad, dus 10 juli waren we geïnstalleerd, dus afgelopen week was het precies 3 jaren. En zoals gewend bij ons, dan evalueren we altijd. En we hebben zeker het afgelopen jaar ook geëvalueerd. We hebben toch gezien dat we toch het goed hebben kunnen doen. De projecten die wij hadden gepland, hebben we dus toch kunnen uitvoeren. Ondanks dat het eigenlijk moeilijker is geweest dan de 2 jaren voor om aan middelen te komen. Dat is eigenlijk ook bekend bij ieder door de situatie in het land. Maar gelukkig hebben we onze vaste sponsoren. Die zijn we dus zeer zeker dankbaar. En verder ook wat afgelopen jaar viel bij ons in het initiatiefgebied zijn meer de infrastructurele werken. Ik begrijp best dat dat buiten ons om is, dat is echt een regeringskwestie. Slechte wegen, maar ook in de verharde wegen ook tegenwoordig verzakkingen en gaten en ontwateringsissues. Wateroverlast hebben we ook in delen in het resort gehad. Dus die zaken waren toch in het vorig jaar veel voorkomend. Wij hebben vanuit ons kant wel ons deel gedaan, doordat we ook fysiek aanwezig waren in de buurten. Dat hebben de buurtbewoners zelf ook geapprecieerd, dat ze ons op het veld zagen, onze de beklachten hebben kunnen doen bij ons, dat hebben we verder kunnen verwerken. We zijn ook vaker met deskundigen van OWI teruggegaan, dat hebben ze zeer ook op prijs gesteld. En ook op de Facebook, als we dus foto's zetten van ons bezoeken, van ons projecten, dan krijgen we ook de complimentjes. Zelfs complimentjes worden gemaakt van, jullie als resort doen het goed, bij mij zie ik wat minder. Bij de anderen zeggen gewoon van, ja, bij mij zie ik de RL-leden niet eens. Dus het is afhankelijk. Wij hebben altijd gezegd van, kijk, we hebben ook een beetje een commitment gemaakt. Dat je dus die RR-schap hebt geaanvaard, dat je ook voor die gemeenschap beschikbaar moet zijn en uit onze eigen verantwoordelijkheid, dan zijn we dus ook actief. Bij de anderen misschien wat minder, die zijn natuurlijk ook teleurgesteld, die hebben het misschien ook moeilijker. Dus wat de andere soorten aangaat, ik wil ze niet bespreken, maar de complimenten die we krijgen, dan zijn we toch wel tevreden. Dat los van onze resorts, dat de buurtbewoners zelf, ook uit andere resorten, uit andere delen van het land, dat we complimenten krijgen. Dat ben ik zeer tevreden over. Ja. Wat hadden jullie wel graag gewild, maar is niet gelukt? Dus eigenlijk de infrastructurele issues. Mm-hmm. Het is vanaf het eerste jaar, maar ook vanaf vorige regeerperiode is bekend, de zandwegen die er zijn. Bij het vorige Dalian-project waren ook al opmetingen gedaan voor diverse wegen in het resort die verhard zouden worden. Helaas hadden ze dus toen moeten insnoeien, ook budget-wise en u weet ook met de schulden, etc. En nu moet Dalian 5 starten, waarbij wel ook een aantal wegen opgenomen zijn. Dat kan op dit moment ook niet starten. De minister van OW, de regering, heeft ook nog issues daarbij. Dus we hopen echt van harte dat tenminste in het komende zittingsperiode, die komende 2 jaar, dat er toch nog iets gedaan kan worden aan die verharden van de wegen. Natuurlijk de ontwateringswerkzaamheden, er is heel veel ook opgehaald in de afgelopen periode. Maar regulier onderhoud moet je blijven doen, anders gaat alles weer dicht begroeien. Dus die onderhoud moet er zijn. En we hopen sowieso ook dat er wat meer komt aan sport en recreatie. En openbare ruimte in het resort. Dat zijn echt wensen die vanuit ons voor het resort wel van belang zijn. En dat echt buiten ons veerom is. Daar moet echt de regering in komen. En hoe is de eenheid onder de RR's van Munder? En dat jullie erop waken dat jullie zaken, dat jullie plannen wel in eenzelfde neusrichting, eenzelfde richting is? Dus de situatie is eigenlijk bekend bij de meeste mensen, ook bij u. Dat er een team van 17 leden is, maar 1 persoon die is overgestapt naar de NDP.
3 zijn overgestapt naar de ABOP. Dat is vorig jaar gebeurd. En eigenlijk heb je dan nog 13 mensen die dus actief zijn. Eigenlijk dan voorgedragen vanuit de VIP. Want die hele lijst van 17 leden was dus voorgedragen door de VIP bij de verkiezingen. Uit die 13 heb je ook niet allemaal hoor, die optimaal actief zijn. Ze hebben ook hun issues. Bepaalde hebben echt ook werkverplichtingen. Ook die anderen die zijn ook ontevreden, zoals u weet. Dus we hebben wel een team uit die 13 die vast actief is. Die zitten ook op het veld. En met die doen we het. Belangrijk is dat het bestuur zelf, de voorzitter, die is een goede trekker. Ik kan hem ondersteunen waar nodig. En eigenlijk door de coördinatie van ons twee lukt het wel. Zoals u ziet, om die projecten door de gat te krijgen, de ondersteuning, veldwerk te doen. En dat gaan wij door blijven doen tot 2025. En dan kijken we wat het verder wordt. Ja. Dan, ja. Maar eind van de maand, meneer Ramdien, toucheren ze hun gelden wel. Dus met redenen komen als dat ze werkverplichtingen hebben, dan moesten ze toch beter weten. Ja, dus kijk, de leden die overgelopen zijn, we hebben dus dat ook aangekaart. En ook de partij heeft gezegd van kijk, ze zijn formeel nog gekozen als RR. Je kan ze niet verbieden, ze mogen de vergaderingen bijwonen. Dus ze komen wel. Input is weliswaar minimaal. En ook bij de anderen. Dus dat is ook iets dat buiten ons sfeer om is. Dat zou de partij dan, zou die leden moeten aanspreken. Wij doen ons plicht door de mensen uit te nodigen, door taken uit te delen. Ze moeten dus met resultaten komen. Dus kijk, ik ken mijn verantwoordelijkheid, meneer Bississa kent zijn verantwoordelijkheid. Je hebt mevrouw Sharda, meneer Sanjay, mevrouw Mavis. Die werken dus mee, die kennen hun verantwoordelijkheden. Dat ziet de partij ook. En de anderen die dan wat minder actief zijn, dat ziet de partij ook. En zij moeten dan verder gaan bepalen. Ik wil zelf geen uitspraak daarover doen. En ik denk meneer Bississa ook niet. Dus het moet echt iets van de partij zijn. Ik weet vanuit mijn verantwoordelijkheid wat ik moet doen en daar werk ik aan. Heer Bississer, bijna 2 jaren nog en dan hebben we de verkiezingen. Ja. Wat willen jullie nog als RR Münder nog gaan betekenen in deze resterende periode? Het is namelijk zo, we hebben een aantal brieven geschreven over toekomstplannen van ons, namelijk de 7 openbare werken, om bepaalde ontwaardes werken in Münder op te lossen. En er zijn toch een probleem aan de Keizersstraat. Dat is ook een van de plannen die we bezig waren. Namelijk zo dat we hebben een brief geschreven dat gedeelte van Keizersstraat achter de hele gedeelte tot Charlesburg gaat onder water. En toen hebben we gezegd, laten we even een brief schrijven kijken wat het ministerie kan doen. Het ministerie kon niet met financieel inkomen. Toen hebben we ondernemers gezocht in de buurt. 2 ondernemers, een Christa Sien en de andere man Kanhai. En heeft hij ons geholpen met kopen van duikers om het probleem van Keizersstraat op te lossen. En als je, ik heb ook een videobeeld, ik ga het ook voor je sturen. Dus ik kan ook draaien van de mensen. Dat de mensen ook zien hoe het probleem van Keizersstraat is opgelost. En dat is, het hele gedeelte van Keizersstraat ging onder water. Maar nu is een feit dat het niet meer onder water gaat. Want we hebben duikers geplaatst. We hebben mensen ingehuurd. Om de mensen al die dingen hebben gedaan. Maar dat hebben we gedaan met samenwerking met ondernemers in Münder zelf. Kijk, als je naar openbare werken belt. Meestal hebben ze geen financiële middelen. Maar openbare werken heeft wel gezorgd voor de grafmachine. Ophaalmachine en die dingen. En een beetje mankracht. Maar de rest, de financiële gedeelte, is gekomen van de ondernemers. Een van de projecten waarmee ik ook bezig ben, is. Ik heb met een dame gesproken, de dame is van de Sint-Lucia-straat. Ze heeft een tijdje mee gebeld en gezegd dat de trends en hun erf is even gelijk, want de gedeelte is gaan dichtslippen. Waardoor. En toen heb ik met de buurt gesproken daar. En dat buurt bij elkaar gebracht. Toen laten we praten met de buurtbewoners daar, om ze geld kunnen verzamelen om de geld op te halen. En toen hebben we met de Tersol gesproken om de geld op te halen. En even kijken, ik ga een berekening maken hoeveel per persoon moet betalen. En dan ga ik het geld ook uitvoeren. Dus zo doen we bepaalde werkzaamheden die via openbare werken niet kan. Ze hebben die middelen niet. We proberen met de buurtbewoners en met ondernemers proberen op te lossen. Een ander probleem waarmee we zaten laatst is dat van Abimbasad. Op de broek van Abimbasad, de Münderweg. Er is een ondernemer dat binnenkort open gaat, meneer John Seal. Hij is een bouwmaterialenzaak. Hij heeft me gevraagd dat gedeelte van voorop heeft geen enkele verbinding. Dat water verdampt. En toen zei ik, laten we gaan kijken. Hij is met financieel ingekomen en nu gaan we het project, dat gedeelte, dat binnenkort ook aanpakken. Dus dit zijn een paar van de projecten waarmee we bezig zijn. En ook, we hebben recentelijk ook 2 duikers geplaatst aan de verlengde Trinastraat. Aan de Herstraat, denk ik.
En waarmee de kinderen makkelijk naar school kunnen gaan, van de weg gebruik kan maken. Vroeger was een brug daar, een bouwvallig brug. En die hebben we dat weggehaald. We hebben duikers aangelegd. En de kinderen kunnen gewoon makkelijk naar school gaan en van school naar huis. Hetzelfde gaan we ook binnenkort doen met, samen met de DC. Waar de medisch park is. School, en er is een brug achter de Lussuur. Dat bruggetje gaan we ook vervangen met andere. En de DC gaat inkomen met financiële middelen. Toen gaan we bepaalde projecten met munten aanpakken. Via de DC ook met ondernemers in de buurt. En hoe zit het met dat aspect van burgerparticipatie? Nou, het gaat heel goed. Ik heb de burgers ook betrokken in het werk. Ik heb ook aangegeven dat gilde van Sint-Soujes, de burger komt erbij. En zo in de centrum gaan we ook. We hebben ook geweest naar de. Naar de wegen die binnenkort geherafgezet gaan worden. Een van die wegen die geherafgezet worden is de Washingtonstraat. Ik was daar afgelopen vrijdag daar. We hebben een paar burgers ook zelf meegenomen om te gaan praten met de buurtbewoners dat daar de verkeer 2 weken lang gesloten gaat zijn. En de mensen gaan eerst de ontwatering zorgen voor de ontwatering, dat water makkelijker weggaan en dat straat herafgezetten. Want de straat van Washingtonstraat ziet er heel slecht uit. En het leuke ook van dat project is dat de wegenautoriteit zelf ons heeft gecontact. Dus een van de directieleden, dat ze ook zelf zien hoe actief we waren. En zij hebben toen gevraagd van, kunnen jullie de flyers van huis aan huis voor de buurtbewoners brengen? Ze kennen jullie al in de vermeerderingen over de weg. En als er dus bepaalde gerieven wensen nog zijn, kunnen we dus vanuit jullie vernemen. Dus we zijn ook in contact met hun. En wij gaan dus ook dat project dus blijven volgen. En hebben jullie de statistieken bijgehouden, heer Ramdien, hoeveel projecten in de afgelopen 3 jaren? Dus we hebben zeker die terugkomende projecten, die zijn dus jaarlijks geweest, afgelopen 3 jaar. Dus bij Moederdag, Vaderdag. Met de cijfers, ja? Zeker in een jaar, zeker 10 projecten. Dus Moederdag, Vaderdag sowieso terugkeren, dan heb je Diwali, Kers en Eid. En ook dat schooltassenproject, we hebben dus onze Bunkopo-serie gehad en die brillenproject. Dus van al die zaken willen we dus zeker vervolg hebben. We zijn nu al bezig. En misschien is het goed ook om te vermelden, schooltassenproject ben ik al bezig. Ik heb weer de sponsoren benaderd en heel veel zijn ze dus wel akkoord om dus ook iets bij te zetten. We zijn ook bezig met het kijken naar de verschillende handelszaken die ook met wat kortingen kunnen inkomen voor ons. Dat we weer zo'n schooltas met attributen kunnen opstellen. Vorig jaar was het nog 300 SED. Maar dit jaar op zijn goedkoopst gaat het ongeveer 400 SED worden. Dus dat begrijpt u best. Al wil je zelf de hoeveelheid aan tassen hebben, moet je sowieso wel meer middelen hebben. Dus daarom zijn we vroeg begonnen. En we willen dit keer ook een andere structuur hanteren. Voorgaande 2 keren is eigenlijk dat wij als leden zelf de kinderen gingen selecteren. Maar dit keer hebben we gedacht, er zijn 6 scholen in het resort. En we gaan dus een aantal tassen dat we kunnen verzamelen, dan delen per school. We denken ongeveer 10 per school. Al is het weinig, maar je wilt toch een helpende hand bieden. Dan gaan we de schoolleiders vragen van, jij kent je gemeenschap. Je weet eigenlijk wie de mensen hebben die het heel hard hebben. Identificeer die leerlingen en dan brengen we die tassen. En dan kunnen we ook distribueren, al eigenlijk voordat de vakantie begint, straks in augustus. Zodat die mensen ook al geholpen zijn. En dan hebben ze dan ook een gerust gevoel van, weet je toch, van, want de vrees is er altijd van, ik weet niet hoe ik schoolspullen ga kopen, bepaalde mensen. Het is echt erg en je hebt ook van zulke gevallen. Gelukkig bij ons misschien wat minder, in andere volksbuurten is dat groter, maar bij ons wat minder. Dus met de helpende hand die wij kunnen bieden willen we dat zeker doen. En ook een andere activiteit dat we in planning hebben is ook in augustus straks, is een lezing over BTW. We hebben namelijk heel veel vragen gehad van buurtbewoners over BTW. Ze begrijpen het systeem niet, ze begrijpen niet, ook de Chinezen, waar moeten ze in, wat moeten ze overdragen, etc. Dus in samenwerking met ook Stichting De Stem, ze hebben een complete trainingszaal, wij mogen dat gratis gebruiken, alle faciliteiten daar. We hebben dus ook de spreker al gevonden via het ministerie van Financiën. We willen dat dus hosten en hopen dat inderdaad veel ondernemers komen, maar ook buurtbewoners. En dat misschien zoiets door de andere resorten ook overgenomen kan worden. Omdat er inderdaad heel veel onduidelijkheid nog is over BTW. Er is wel veel voorlichting op tv, social media, etc. Maar niet iedereen is op social media, niet iedereen kijkt naar de tv. Dus zulke sessies in de buurt zou wel handig zijn. Dus laten we beginnen. En misschien is het iets voor andere RR's en of misschien de DC's of de regering zelf om over te nemen.